15% van de hoogleraren in Nederland is vrouw. Stria, die... En het was heel bijzonder, ze was pas 34 jaar. In haar studententijd liep ze tegen de grenzen van een mannencultuur. Over een periode van 52 jaar heeft zij en haar collega's die instituut opgebouwd tot wat het vandaag is. Johanna ontdekte onder andere de Iberziekte. Vandaag is het feest, daar begonnen we al mee. Wie is dat? Dit is Johanna Westerdijk. Ze is de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland, hè? Ze is de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland. In 1917 werd zij hoogleraar in Utrecht. En ze werd hoogleraar in de plantziektekunde. En het was heel bijzonder. Ze was pas 34 jaar toen ze hoogleraar werd. En dat was in die tijd, zeker in 1917, absoluut uitzondering. Maar het ontzettend leuke was toen zij... dit boek heb ik gelezen van Patricia Faas. Het heet Een Beetje Opstandigheid. Ja. En deze vrouw was iemand die enorm veel jonge vrouwen aantrok. Ze werd ook echt een rolmodel voor vrouwen. En we gaan dat binnenkort vieren. En dan openen we het Johanna Westerdijkjaar om te vieren dat we al 100 jaar vrouwelijke hoogleraren hebben. Zij kreeg toen een serenade. Ja, van vrouwelijke studenten. En dat was toen heel bijzonder, want zelfs in 1917 schreef Utrechtse Dagblad toen nog. Die schreef daarover, Johanna Westerdijk, de eerste vrouwelijke hoogleraar, heeft een serenade van Utrechtse studenten gekregen op straat. En dat was dus heel erg feestelijk. Magere 17% van de hoogleraren in Nederland is vrouw. Vergeleken met de rest van Europa doen we het slecht als het gaat om de verdeling man-vrouw aan de top van de universitaire wereld. Minister Bussemaker heeft er genoeg van en wil voor het einde van het jaar 100 extra vrouwelijke hoogleraren erbij. Waarom doen we het zo slecht eigenlijk? Als je het leest, dan we zitten bij de laatste 5 van Europa in Nederland. Ja, we zijn echt hekkensluiter en het schiet ook helemaal niet op. Terwijl we dit jaar, dat is voor mij wel een van de aanleidingen, vieren dat 100 jaar geleden de eerste vrouwelijke hoogleraar werd benoemd. Johanna Westerdijk, een biologe, een bijzondere vrouw. Beeld van haar trouwens. Zij was schimmeldeskundige. Zij was schimmeldeskundige. Ik heb toevallig een oud-tante van mij die een van haar eerste studenten is geweest. Wat leuk. En die ook vertelde hoe dat was met die paar vrouwen bij die opleidingen. En met Westerhuis ook als een hele aardige, betrokken hoogleraar. Vooral bij haar vrouwelijke studenten. Maar dan denk je, dat is een goed begin. Ja. En dan hebben we goed onderwijs. En we hebben meer dan 50% vrouwelijke studenten tegenwoordig. Maar je ziet dat bij elke stap, volgende stap, het aantal vrouwen afvalt. En ergens zit er dus toch een gesloten bolwerk waar met name bij de stap naar hoogleraar worden, waar vrouwen niet doorheen komen. Het is vandaag op de dag af, 100 jaar geleden, dat er voor het eerst een vrouwelijke hoogleraar in Nederland aantrad. Ja, hier stond ze. Op deze plek. Zo kennen we haar. De eerste vrouw in toga. Maar wie was ze? In haar studententijd liep ze tegen de grenzen van een mannencultuur aan. Het maakt haar niet uit of iemand man is of vrouw. Johanna had vele vrouwelijke promovendi. En net als ik zal zij trots zijn geweest bij het aanschouwen van zo'n rij proefschriften. 100 jaar professor Dr. Johanna Westerdijk. Over een periode van 52 jaar heeft zij en haar collega's die instituut opgebouwd tot wat het vandaag is. Dus grijp ons graag vandaag die gelegenheid aan om tijdens die Westerdijkjaar officieel die naam van die instituut te veranderen naar die Westerdijk Fungal Biodiversity Institute. De positie van vrouwen is een stuk beter. 1 op 3 vrouwen is universitair docent. 1 op 4 is universitair of docent. Maar 100 jaar na Johanna Westerdijk is er nog maar 18% van de Nederlandse hoogleraren vrouw. Vandaag is het feest, daar begonnen we al mee. Dus we weten al dat we van 1 hoogleraar 100 jaar geleden naar heel veel meer vrouwelijke hoogleraren zijn gegaan. En ik denk dat we vandaag ook door moeten gaan met feesten, maar dan morgen aan het werk.
Vroeg het Universiteitsmuseum in Utrecht aan bezoekers of ze mee wilden doen aan een groot schimmelonderzoek. Ze moesten wat grond opgraven uit hun eigen tuin. Toen had ik een plekje uitgezocht bij een mooie boom. En toen dacht ik, ja, dit is wel een mooi plekje, dus laten we hier gaan graven. De buisjes met aarde zijn naar een instituut gestuurd, waar ze de grootste collectie schimmels ter wereld hebben. En ze altijd op zoek zijn naar nieuwe. We take one portion of the soil, like here, and then we mix with water and we plate that out. It's like a kind of food for the fungi. And then I pick up one portion, and that portion I will transfer it in this plate. After 2 weeks, we can have something like this. So in every small plate, there is one fungus or one species growing. Zo'n 300 mensen deden mee aan het schimmelonderzoek. En met succes. Er zijn al 40 nieuwe schimmels ontdekt. Are you happy with the new fungi? I'm incredibly happy with the amount of fungi that we've discovered in Dutch soils. The diversity and how we can apply them in future. It's absolutely fantastic. Ja, want schimmels kunnen heel nuttig zijn. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt in medicijnen, planten en in voedsel. Daarom bewaren wetenschappers ze veilig in hun collectie. En komt er in het museum alleen een foto van de schimmel te hangen. Gelukkig maakt dat de ontdekkers niet minder trots. Ik vind hem zelf best mooi. Als ik er naar kijk, dan denk ik gelijk aan een soort oud schilderijachtig met dat het er een beetje 3D uitkomt. En de naam onthouden, dat komt ook wel goed. Stria, die... Striaticondium, de kleinere. Dat klinkt best wel vies, maar het is eigenlijk niet heel erg vies. Het zijn gewoon plantjes eigenlijk. Johanna Westerdijk was een hele bijzondere, krachtige vrouw. En dat moest je in 1917 ook wel zijn als eerste vrouwelijke hoogleraar. De plantenziektekundige wist zich goed staande te houden tussen alle mannen. En schopte het zelfs tot directeur van het Centraal Bureau voor Schimmelcultuur. Dat nu, ter ere van Johanna, het Westerdijk Instituut heet.
Zij heeft de basis gelegd van onze huidige schimmelcollectie. Op dit moment heeft het Westerdijk Instituut meer dan 100.000 verschillende schimmels in haar beheer. Die komen over de hele wereld. Zij is begonnen en ze heeft dus de eerste 50 jaar die collectie opgebouwd. En die bestaat nog steeds. Johanna ontdekte onder andere de Ipe-ziekte. En eigenlijk hebben we dankzij haar nog steeds Ipe in Nederland. Hier zie je de Ipe van Amsterdam, die er nog staan dankzij Johanna Westerdijk. En ieder stipje is een van een Ipe en het zijn de meeste Ipe ter wereld. En zo was Johanna haar tijd ver vooruit. Ze zou eens moeten weten dat er 100 jaar na haar benoeming tot hoogleraar een bronzen borstbeeld voor haar zou verrijzen. Een hele hoop soorten worden hier bewaard. Ja, schimmels, schimmels, wel meer dan 100.000. Ons arsenaal is het grootste op aard. She's very enthusiastic and she's nasty. En 1, 2, 3, 4. Bij Westerdijk worden schimmels onderzocht, dat doen wij met gemak. We zijn eraan verknocht, want werk en feesten voor schone geesten. Ja, schone geesten hebben wij hier wel. Oh, 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 oh. Bij Westerdijk. Als je een tak van sport bedrijft, of het nou goed, wat dan ook, maar ook de wetenschap, stel ik me zo voor, dan heb je daar toch ergens idolen die je een beetje als leidsmannen of leidsvrouwen. Ja, ik vind, het zijn ontzettend goede vrouwen in de wetenschap. Ewine van Dishoek is een sterrenkundige, spinozist. Ineke Sluiter, klassica, fantastisch, kan fantastisch vertellen over de klassieke talen en de cultuur. Naomi Ellemers is een hele fantastische wetenschapper. Ja? We hebben heel veel. Ga eens door. Wat ik nu zo leuk vind. Leuk. Ga eens door met hier. Ja, en ik noem nu de gearriveerde en zeer gewaardeerde wetenschappers. Beatrice de Graaf zou ik willen noemen. Ja, ik wil vooral jongere wetenschappers noemen, want dat vind ik pas fantastisch. Beatrice de Graaf is een van onze belangrijkste terrorisme-deskundigen. We hebben natuurlijk Rianne Letscher. Die is een maand geleden, de jongste vrouwelijke rector van Nederland geworden aan de Universiteit Maastricht. Ja. We hebben Jonica Smeets, die kan fantastisch vertellen over wiskunde. Nou, welke vrouw van 37 in Nederland, hoogleraar, kan nou zo prachtig vertellen over wiskunde? Ik kan zo nog wel even doorgaan. Evelien Kroonen kan geweldig vertellen over het puberbrein. Heeft daar hele mooie boeken over geschreven. Dus, het rijtje is heel lang.